En daarmee komt deze uitzending alweer bijna ten einde. Bijna, hè? Bijna. Wat is het snel gegaan? Ja, hè? Dat gaat echt snel hier. En het is best wel een bijzonder moment eigenlijk. Want de luisteraars moeten bijna een maand wachten voordat ze jou weer horen, Miguel. Ja, dat is echt jammer, is dat, hè? Jij gaat op vakantie. Ik ga eventjes op vakantie. Je bent maar liefst 3 uitzendingen niet aanwezig. Ja, 3 uitzendingen en in 2 weken ben ik weg. Ja. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Zwitserland. Wat ga je doen? Ja, een beetje wandelen. Oh, heel mooi, Zwitserland. Ja, ik vind Zwitserland echt top, inderdaad. Het is een heel mooi landschap heeft. En het is gewoon echt even een relaxed vakantie. Met wie ga je? Gewoon met het gezin thuis. Leuk. Ja, dus dat, ik doe dat nog gewoon. Heel veel mensen die geven al de scheid aan hun familie, maar dat doe ik niet. Ik vind dat altijd wel even ontspannend. Om gewoon eventjes niks te hoeven, weet je wel. Gewoon even lekker. Maar je hebt gewoon leuke ouders, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. En dat is gewoon gezellig altijd. Gaan een beetje met elkaar praten. Een beetje wandelen in de natuur daar. Een beetje zweverig natuurlijk. Maar ben je niet vaker al in Zwitserland geweest? Ja, klopt. Kan me herinneren. Bijna ieder jaar eigenlijk wel. Ja, precies. Ja. Nou ja, normaal maken we een tussenstop als we richting een ander land, Italië of zo, zouden gaan. Weet je wel. Dan gaan we daar even een hotel. Maar nu gewoon even 2 weekjes Zwitserland. Ja, lekker. Het kan gewoon. Ja, het is hartstikke lekker. Ik vind het ook wel prima, want de afgelopen weken heb ik het best druk gehad met school en de vierdaagse en dat soort dingen. Ik vind het wel echt heel jammer dat de radio even moet missen. En natuurlijk tv-items niet meer kan maken. Maar alsnog, het is wel even lekker ontspannen. En je komt alleen maar wijzer terug. Dat is sowieso. En eerlijk gezegd, de kijker en luisteraar hoef je ook niet helemaal te missen. Want op tv ben je nog te zien in die tijd met een nieuw programma. Ja, klopt. De coronabeschouwing. Maandag. Volgende week maandag inderdaad. Volgende week maandag. En op de radio moet je jou misschien wel missen. Maar we hebben wel een goede vervanger gevonden voor die tijd. Dat is namelijk Daan Wijfje. Daan, oh. En die, die heb je afgelopen week al genoeg gehoord en gezien op tv. Ja, klopt. Rondom de Vierdaagse. Daan Wijfje, die naam vergeet je ook niet snel. Nee. Nou ja, jammer. Ik ga je missen. Maar je bent hopelijk heel snel weer terug. Ja, klopt. En als we terug zijn, alleen maar bigger and stronger. Voor dit programma in ieder geval. Nou, bikken hoeft niet natuurlijk. Wat ik wel leuk vind, we gaan nu eigenlijk even gauw naar de grabbelton toe. Ja. Want Imke die heeft niet echt het beste slam met de quiz, maar ze mag toch grabbelen. maar ik vind eigenlijk, omdat jij weggaat, dat jij ook een keer mag grabbelen. Oh nee, kut. Wat moet ik daar nou mee? Doe dat alsof je het leuk vindt. Oh, leuk zeg ik. Ja, dus maar... ik zou zeggen, start je tune maar in. Ja, gaan we dan hoor. Mag jij beginnen? Grabbelton. Grabbelton, ja, daar komt-ie, hoor. Wat zit er in de grabbelton? Rood, groen, geel of grabbelton? Oh, Frozen. Doe het deurtje langzaam open. En dan maken wij nog eventjes een babbel. Ik dacht dat ik ook nog een grabbel. Bij de grabbel. Grabbel. Ik weet wat jij hebt. Grabbelton. En dit is ja hoor, hoe kan ik deze nou grabbelen? Ja. Ik heb... De flamingo! De schijtende flamingo. De schijtende flamingo, even, inderdaad. Hoe leuk is dit? Ja? Dan kun je op vakantie gaan en toch een stukje in voor de weekend meenemen. Ah, wat goed. Ah, wat leuk. Ja, dit vind ik eigenlijk best wel leuk. Die komt hier zo goed terecht. Ja, ik ga hem even uit. Ik ga hem ook zeker een goed plekje geven thuis. Nou, doe er even iets leuks mee. Want dan ga ik naar het grabbelton naar Imke toe. Ja, doe dat vooral. Is dat hem nog in? Start? Ja, zeker. Oh, nee. Daar gaat hij hoor. Even kijken. De grabbelton opnieuw hier. Grabbelton, wat zit er in de grabbelton? Rood, groen, geel of grappig? Doe het deurtje langzaam open. En wat heb ik? Wat is het geworden? Dit heb ik altijd willen hebben, bedoel ik. Een mini schildersetje. Ah, een schildersezel heb je gekregen. Oh, wat leuk zeg. Oh, dank je. Lekker vingerverver. Ja, al wat grappig. Even kijken. Ik heb iets aangeklikt weer wat niet moet. Stop. Heel goed. Ja, Imke, ben ik blij mee? Ja, heel blij. Wat ga je ermee doen? Ja, tennissen. Jezus. ga ik schilderen? Ik ga schilderen. Neem jij de flamingo mee? Waar, op vakantie? Ja. Ja, ik kan wel meenemen. Maar misschien ook bij de grens dan opgehouden. Van, what the fuck? Wat zit daarin? Ja, een schijtende flamingo. Vinden we terug in Pieter Baan Centrum. Ja hoor, leuk zeg. Komt hier de Toriador. Kom maar door. Toriador.